Hallo, mijn naam is Bert Kramer. Ik ben omgevingsmanager bij Combinatie Herenpoort. In de vorige video's heb ik u meegenomen in de werkzaamheden bij de Frietenligging en bij Laankorps Den Hoorn. In deze video ga ik u iets vertellen over de werkzaamheden bij de Breienweg. Sinds april 2019 rijdt het verkeer op de A28 over een tijdelijk viaduct en hebben we het oude viaduct hebben gesloopt. Deze zomer gaan we starten met de fundering van het nieuwe viaduct met de bal van de oprit en het verdiepte fietspad. En daarvoor moeten we buispalen aanbrengen en dammenplanken. Buispalen zijn stalen buizen met een diameter van circa 1 meter en een lengte van circa 20 meter. De palen moeten geheel de grond in. De eerste 10 meter zal dat gebeuren door middels van trillen. De laatste 10 meter zal moeten gebeuren door heien. Deze palen die zijn nodig om voldoende draagvermogen te creëren voor het nieuwe viaduct. En ze dienen dan ook als fundering voor het nieuwe viaduct. Als de buispalen in de grond zitten, gaan we tussen de buispalen en ook nog aan de zijkant van de buispalen nog dammelplanken de grond in trillen. Datzelfde geldt voor het verdiepte fietspad wat langs de Breienweg en het Noord-Wilmskanaal wordt aangelegd en langs de nieuwe oprit richting de A28. De dammelplanken voor het viaduct en voor de oprit naar de A28 dienen als fundering. En de dammelplanken voor het fietspad die zijn nodig als waterkering, aangezien het fietspad onder de grondwaterspiegel komt te liggen. Voor de werkzaamheden dient deze zomer de Breienweg een aantal weken te worden afgesloten. Daarnaast zorgt het intrillen van de dammenplanken voor geluids- en trillingsoverlast. Het inheien van de buispalen zorgt voornamelijk voor geluidsoverlast. De werkzaamheden worden in juli en augustus op doordeweekse dagen uitgevoerd tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Ik begrijp dat dit extra vervelend voor u is, aangezien het de vakantieperiode is en u door de coronacrisis extra bij huis zit. Het heiwerk en het trillingswerk zal zoveel mogelijk voor 5 uur 's middags worden gestaakt. Als alle werkzaamheden klaar zijn, ligt er een verdiept fietspad in twee richtingen onder het nieuwe viaduct van de Breienweg. En daardoor hebben we het fietsverkeer gescheiden van het autoverkeer. Hopelijk heeft u nu een idee gekregen van de werkzaamheden die deze zomer gaan plaatsvinden bij de Breienweg. Heeft u toch nog vragen? Ga dan naar aanpakringzuid.nl.